Simons. Koevermans, Simons. Brazovic. Manolev. Havelaar. Dit rukt de boel open. En Havelaar is weer aanspeelbaar in het midden. Dat doet hij dus goed. Oh ja. Manu. Lef. Zo iets zo raar. Want ook hier zat de bal aardig in de neergaande beweging over Stekelenburg. Die dus wat metertjes over het, voor het doel stond. Suárez met Massa. Suárez. De Zeeuw. Poorten Simons. Met zijn hoofd. En Ooyer benut de gelegenheid om Suárez te laten voelen dat hij internationale geintjes kent. Zet nog wat door. En hier is de internationale oude rots. En de speelse straatvoetballer die zoveel kan. Daar is hij opnieuw, de speelse straatvoetballer. Emmanuelsson. Vertongen verwachtte niks. Havelaar. Havelaar zoals hij graag wil, maar zoals hij niet vaak meer mee kan maken. Een lange rust van achteruit. Een duwtje en dan valt hij. En Fink vindt dat geen overtredingen. Dat had hij inmiddels kunnen weten. Pieters als laatste. Corner. Ik voel zich wel eens een element in deze wedstrijd. De Zeeuw met de corner. Ooyer. Van der Wiel. Toetsak onderweg. Toetsak aan de bal. Havelaar kon niet door Atuba heen. Stapt even naar aan. Is de ademhaling weer geregeld? Even deur. Doorstak. Dat lukt niet. Massa. De Zeeuw die in de tweede helft toch wel vaak achter Simons aan moet. In plaats van omgekeerd in de eerste helft. Simons nadrukkelijker, de Zeeuw terugdringen. Hier gaat Simons weer. Havelaar. Blazovic en Maro legt weer buitenom. Daar gaan ze weer. Bal legt binnen. Daar is een klap. Waarom zegt Wielaert van er was iets aan de hand? Het is een doelpunt. Hij wil buitenspel. Maar goed, Bakal heeft gescoord. Bakal dacht eerst van wat ga ik doen? Ga ik erop in? Blijf ik staan? En toen kreeg hij de bal. En zo is het dan 4-3 voor PSV. Dit is geen buitenspel. Zie Bakal. Duty? Nou, dat is geen duur meer, Wielaert. Wielaert laat zich wel raken. Maar Bakal komt daardoor Prins heerlijk vrij. En het is weer raak. Komt er goed.
PSV staat met 4-3 voor. Kwartier voor tijd. Simons weer. Suarez komt al. Wielaert. Simons. Mensen die hem hebben afgeschreven hebben vandaag een lastige dag. Want Simons is wel nadrukkelijk weer aanwezig. En verplaatst mede in die tweede helft het spel naar de helft van Ajax. Emanuelsson gaat eraf. Soleimani komt erin. Goed luck. Ja, dat zal dan toch zijn om die trein aan die rechterkant wat te ontregelen. Ja, met trein bedoel ik Manolev en Lazovic. Was de hoek. Binnenhouden was het maximale wat Koevermans daar kon. Soleimani krijgt nog wat les achteraf. Ajax antwoordt over links. Makkelijk. Uitlokken van de vrije trap, het Lazovic heeft zijn zin. Edo hapte en heeft nog pijn ook. Pieters. Doet dat. Bakal. Man kwijt, bal kwijt, wel een corner. Lazovic op de lijn. Zutzak bij de cornervlag. PSV geniet van de tijd. Even lekker buiten bij die stand van 4-3. Hier ook een goede reactie van Stekelenburg op de kopbal van Bakal. Lazovic, Koevermans, Zutzak. Zutzak met rechts. Dus minder vlammend. En Stekelenburg krijgt er ook zin. Soleimani vrijgelaten.